Ruud Vormer, jullie kunnen denk ik alleen maar tevreden zijn met het resultaat van vanavond in een, als afsluiter van een heel bijzondere week. Ja, dat denk ik wel. Wat je meemaakt met de trainer, speel je nog tegen Heracles. Ga je met penalties nog door. En dan moet je weer opladen voor tegen Zwolle. En ik denk dat we dat wel heel goed hebben gedaan. Even over jou persoonlijk, had je gerekend op een basisplaats? Nou, gerekend, ja, je hoopt het. Ik had het wel gehoopt. En de trainer kwam naar me toe voor het eten. Van, je speelt. Dus dan heb ik me nog goed kunnen focussen. En mijn ding gedaan. Dat is denk ik toch een, ook al ben je niet een heel jonge jongen meer, maar wel een verheugende mededeling als dat gebeurt op zo'n avond. Tuurlijk, je wil altijd voetballen. En als je hoort dat je voetbalt, ja, dan ben je gewoon blij. En dan wil je het laten zien voor zoveel mensen. En ik denk dat we dat als team wel hebben gedaan. Ja. Ben je tevreden over je eigen spel? Jawel, soms nog iets te zeker. Terwijl ik wel een andere bal kon geven, maar ik ben wel tevreden. Dat je voor de zekere oplossing kiest? Ja, dat komt denk ik omdat je niet iedere week speelt. Dan ga je toch wat op zekerheid spelen. Maar ik ben wel tevreden. Ja. Was het duel na de tweede van Immers beslist vanavond? Ja, dat denk ik wel. Ja, ze hadden weinig te vertellen. We hadden heel veel kansen, Immers ook. En die halen ze nog van de lijn. Maar in de tweede helft maak je de derde en dan is het klaar. Ja, dat is een mooi strijdje. Boetius zegt net, ik heb een strijdje met Immers wie de meeste goals maakt met z'n tweeën. Is dat zo? Oh, daar weet ik niks van. Oké. Okay. Het is nu 7-5 voor Lex. Oké, nou dat doe ik ook mee met mijn 1 goal. Ja, je kunt dan een inhaalrace beginnen. Ja, nou dat zou wel mooi zijn. Is het enige wat je dan kunt zeggen, toch nog een kritische noot, jullie hadden meer goals moeten maken? Ja. Want zij waren echt heel slecht vanavond. Ja, maar wij speelden ook wel goed. Ja. Maar, het ene is gevolg van het andere. Ja, tuurlijk. Ja, zij speelde niet goed, maar... ik denk dat je wel met 5-6-0 kon winnen. Ja. Is het belangrijk of een detail in deze fase dat concurrenten als Vitesse en Twente punten verspelen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. We hoorden het in de rust dat ze 2-2 hadden gespeeld. Ja, dat is gunstig voor ons. Nu loop je weer in en nu geniet van de vakantie en dan moeten we er weer staan. Ja. Nog even over deze week, hè? Koeman was ook vanavond tamelijk geëmotioneerd. Zei, ik was er wel, maar in mijn gedachten ook weer niet. Lex Immers zegt net, die 12e minuut vond ik geweldig om mee te maken. Heb jij dat meegekregen in het veld, wat er toen in dit stadion gebeurde? Ja, ik zag het. Ik zag, uit het niets zag ik allemaal lichtjes. Ja, dat was fantastisch. En helemaal voor de trainer is dat mooi natuurlijk. Hè? Ja. Hij is toch gewaardeerd hier. En, ik denk dat iedereen dat wel zag. Ja, was de voorbereiding anders dan anders of eigenlijk niet voor jullie als spelers? Nee, hetzelfde. Het was gewoon normaal. Ja. Ja. Nou is er eerder deze competitie, in een fase dat het niet goed ging, wel eens gesuggereerd dat het uitgewerkt zou zijn tussen trainers, de trainer en de spelers. Hè? Maar dat krijg je is dat onzin geweest? Ja, tuurlijk. Dat krijg je altijd als je verliest. Dan komen dingen naar voren die er helemaal niet zijn. Maar ik denk dat het niet uitgewerkt is. Ja. Hoop je dat die blijft? Ja hoor. Ja. Ook al speel je niet altijd. Ja, tuurlijk. Ik denk dat trainer mij wel een goede voetballer vindt. Anders zat ik niet altijd bij de selectie. Dus ik doe mijn ding en we gaan het wel zien. Ja, wat doet Ruud Vormer met de kerst? Vormer zit in Dubai. Ja, Vormer heeft gelijk. Ja, heerlijk toch? Vormer, veel plezier. Ja, dankjewel.